Ik ben een afgevaardigde van Rood-Rivierne, die samen met deze scholengemeenschap een concert organiseren met Francesco Attesti, een pianist uit Italië. En we hebben daar een goed doel aan verbonden. En dat goede doel is voor de Gravenruiters hier in Almelo. Hoe komt u zo ineens bij de Italiaanse pianist? Het is een vriend van mij. We kennen elkaar al jaren. Hij heeft al een keer eerder voor Rotary een concert gegeven. En nou ja, we hebben jaarlijks contact met elkaar. En hij zei van, nou, ik ben voor een tourneetje in Nederland. Is er nog wat voor jullie als ik een beetje kom spelen? En toen hebben we gezegd, kom, met alle plezier. Meer activiteiten na het concert? Nou, we hebben, ja, het is natuurlijk prachtig. De mensen die krijgen een klein beetje een randgebeuren daaromheen. We ontvangen ze met een kopje thee of koffie. Ze krijgen twee munten per persoon, kunnen in de pauze een drankje pakken. En na het concert is er nog een klein Italiaans buffet, waar ze ook nog een drankje krijgen. En dus allemaal inbegrepen in die prijs van 25 euro. Francesco Attesti en een groot applaus voor hem.